Hallo allemaal, jullie kijken naar deze video omdat jullie iets meer uitleg nodig hebben over de dissociatie en opdracht 24. Nochtans is het helemaal niet zo moeilijk, maar je moet wel je formules kennen en de ionen, de zuurresten, moet je natuurlijk goed doorhebben, anders kan het wel een beetje moeilijk zijn. Dus onthoud heel goed, dissociatie is het uiteenvallen van ionen als we die in water oplossen. En dat gebeurt enkel bij de zouten, maar ook bij de hydroxiden. Zuren die vallen niet zomaar uiteen. Zuren die gaan ioniseren. Dat noemen we ionisatie en dat is voor volgende week. Deze week gaan we enkel dissociatie doen. Onthoud heel goed enkel tussen zouten en hydroxiden. Neem een periodiek systeem bij de hand, zodat je goed kan volgen. De eerste oefening is calciumfluoride. Natuurlijk, als je de formule al niet kan vormen, ga je wat vastzitten. Als je dat dus niet zo goed kan, ga dan terug naar hoofdstuk 1 kijken en oefen zeker uw formules nog eens. De eerste is calciumfluoride. Ten eerste laten we eerst die formule zoeken. Calcium, Ca, fluoride, dat komt van fluor. De lading van calcium, calcium zit in groep 2a, dus 2+. Die zit in 7a, dus 1-. Weet je niet hoe je daaraan komt? Ga terug naar hoofdstuk 1. Hè? Wat gaan we nu doen? Die moet neutraal zijn, want alle formules, alle moleculen, alle zuren en zo verder zijn neutraal. Dat betekent, als we hier een 2 zetten, dan hebben we 2-2+. Die ionen niet vergeten weg te doen. En zo heb ik mijn zoutformule gevonden. Want het gaat hier om een metaal plus een niet-metaal. Vergeet niet om bij dissociatie en ionisatie voor volgende week steeds uw aggregatietoestanden tussen haakjes te zetten. We hebben hier eigenlijk onze drie normale aggregatietoestanden. Vast, gas en vloeibaar. En de vierde, dat is eigenlijk onze opgeloste toestand. AQ is de opgeloste toestand. Dat betekent, als iets opgelost in water is, dan gaan we dat tussen haakjes vermelden. Goed. Dus dit, eigenlijk zou je hier nog H2O kunnen boven schrijven. We gaan dit eigenlijk in water oplossen, maar dat hoef je nu niet te doen. Als deze twee stoffen in ionen uit elkaar vallen, ja, dan gaan we ook die ionen schrijven. We hebben daar straks al gezien, calcium zit in 2A, dus is dat gewoon het ion 2+. Vergeet niet om de AQ tussen haakjes te zetten. Dat betekent dat dit ion opgelost is. Plus F, F heeft als lading min, vind je ook in het periodiek systeem. Vergeet weer niet om AQ tussen haakjes te zetten. Maar vergeet ook niet uw reactievergelijking kloppend te maken. Want ik heb hier 1 Ca, 1 Ca, wat klopt. Maar hier staat een 2. En hier hebben we maar 1 ion. Maar als dit uit elkaar valt, is het heel logisch dat dit uit 3 ionen uit elkaar valt. Want dit is eigenlijk mijn stof Ca, F, F. Dus deze gaan in 3 deeltjes uit elkaar vallen. Dat betekent dat we hier, ik zal het even in een ander kleurtje schrijven, nog een 2 moeten bijschrijven. Goed, als je dit begrijpt, kan je hop naar de volgende oefening. Yay! Klaar voor de tweede oefening? Yay! IJzer plus 3 hydroxide, dat is een stof die jullie al een heel aantal keer hebben gezien. Het is een hydroxide en zouten en hydroxide die dissociëren. Dus hier kunnen we ook een dissociatievergelijking mee opstellen. Dat wil zeggen dat deze stof in water dus uiteenvalt in ionen. We beginnen met onze formule FeNOH. Maar hoe weet ik nu welk ion van ijzer hier voorkomt? Want ijzer die heeft verschillende ionen. Dat kan je ook zien in het periodiek systeem. Soms
Is dat een 2 plus? Soms is dat een 3 plus. Dat komt omdat ijzer in de B-groepen staat. En B-groepen, de metalen van de B-groepen, die kunnen meerdere ionen hebben. Ja, ik weet dat natuurlijk omdat dat hier tussen haakjes staat. Zo simpel is dat. Dus ik weet hier dat deze ijzer de lading 3 plus heeft. OH, hydroxide, OH, zou je moeten weten, is altijd min. Dus OH is altijd min. En dan is het eigenlijk gemakkelijk. 3 plus en min. Hoe maak ik dat neutraal? Gewoon door hier een 3 te zetten. En voilà, de minnetjes en plusjes verdwijnen. En ik heb mijn stof gevonden. Nu kan ik mijn reactievergelijking opstellen. Vergeet niet de W tussen haakjes te zetten. Dus hiermee begin ik. We doen dat in water. Gluk, 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 gluk. We roeren een beetje. En wat gaat er gebeuren? Ik zal het nog eens met het deeltjesmodel tekenen. Dit is FE. En daar rond zijn drie haartjes. OH-haartjes. Voilà. Dat betekent dat je heel goed ziet dat er één ion van FE loskomt. En drie van OH. Zo. Dus we beginnen met ijzer. Vergeet niet AQ tussen haakjes te zetten. Dat betekent dat ijzer een gehydrateerd ion is. Dus een ion dat opgelost is. Hè. En mijn lading 3 plus, dat wisten we al, want dat stond hier. En mijn OH is ook opgelost. Dus daar zet ik ook AQ tussen haakjes in. Wat vergeten nog heel veel leerlingen? De 3 natuurlijk. 3, want hier moeten 3 aparte ionen te zien zijn. Voilà. Voilà, dat was oefening 2. Op naar oefening 3. Oefening 3, klaar? Magnesiumsulfiet. Ja, sulfiet komt van zwavel en hebben we eigenlijk 3 zuurresten gezien. We hebben een S2- gezien, we hebben de SO32- gezien. En we hebben de SO42- gezien. Heel veel leerlingen zullen bij sulfiet aan sulfide denken. Maar sulfide is zwavel op zich. De iet en de aat zijn altijd met de o erbij. Is dit moeilijk? Ga naar hoofdstuk en zo verder. SO42- is onze sulfaat. En het is in deze dat we nodig hebben. Sulfiet, dus SO32-. Magnesium. Staat in 2A, dus die krijgt 2 plus. Sulfiet is SO32-. Oh, kijk, dat is gemakkelijk, want het is neutraal. 2 plus 2 min is neutraal, dus we moeten geen indexen bijvoegen. Dat maakt eigenlijk heel de oefening heel gemakkelijk. Vergeet niet, V tussen haakjes, zouden zij vast. En deze stof valt uit elkaar in Mg2+, en SO32-. Wat vergeet ik nog? Ah, mevrouw Gortner, de AQ. Goed, voilà. En zo simpel is dat. Als er nog vragen zijn, dan mag je ze altijd nog stellen. Bye!